Oké. Ik heb een idee. Hey Alex! Ja? Kom eens. Kortom. Kijk mensen, dit is hoe mijn kapsel eruit ziet. Als ik het niet feun. Gewoon... Ik kan er gewoon niks mee. Mensen vragen wel eens, waarom feun je haar? Ik heb gewoon echt serieus. I don't have a choice. Waarom lijkt het alsof ik in heb gezoomd? Heb ik ingezoomd? Nou, dat dus. Dus ik ga even mijn haar nat maken. Ik zou zeggen goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Op kortom trouwens, vandaag is het een vrijdag. En eigenlijk zou ik vandaag een video plaatsen, maar ik heb natuurlijk afgelopen woensdag al een video geplaatst. Samen met Jeroen. En ik wil even kijken of ik naar 2 of 3 video's per week ga. Want ik heb gewoon heel weinig tijd door school en andere dingen. En eigenlijk wil ik weer 3 video's gaan maken, maar 21 maart komt er ook weer aan. En ik weet, jullie weten niet wat het is, maar het gaat jullie wel heel blij maken. Wow, blijkbaar stond mijn camera net toch verkeerd ingesteld, want ik ben nu verder weg. Maar ik heb een playlist gemaakt op Spotify en het heet Back to the Decade. En het is eigenlijk een beetje terug naar 2001 tot en met 2010. En gewoon allemaal nummers van vroeger, zoals deze. Kom dan. En ik ga er echt heel goed op. Of deze. Omdat je er lekker Kut! Godver! Tyfus! Nou, als je dat wil luisteren, zoek dan op. Volgens mij heet ik Thomas Brok of Thomas Brok op Spotify. De playlist heet Back to the Decade. Er staat nog niet heel veel in, maar ik ga er goed op. Ik heb net mijn haar een beetje nat gemaakt, zoals je ziet. En ik weet niet precies hoe ik het wil dragen. De laatste doe ik het een beetje naar achter. Ik ga er zo een gel aan doen. Maar eerst draagde ik dit gewoon allemaal naar voren. Maar ik ben benieuwd wat jullie vetter vinden. Ik moet sowieso even naar de kapper, maar ik kom maandag eindelijk terug van vakantie. En dat was echt langer dan een maand op vakantie. En kijk eens aan. Heel origineel. Maar kortom. Eitje. Zoals je ziet heb ik gel in mijn haar gedaan. En dan nog een keer de vraag van, moet ik het zo voortaan gaan laten? Of moet ik het doen zoals ik het eerst deed? Dus allemaal abonneren en zo. I don't know. Ik vind het moeilijk. Laat het gewoon weten in de comments. Ja, ik heb even een filmpje opgenomen voor 21 maart. En jullie weten er nog niks van, maar morgen wel. Morgen is 21 maart. Ik upload deze vlog op 20 maart. Maar ik moet nu echt gaan. Mijn broer wacht op me in de stad en we gaan even winkelen. Dus let's go! Een latte met amandelmelk. En dit is mijn broer. Maar die ken je al. Zoals je ziet heb ik mijn broer inmiddels gevonden. En we hebben net wat gegeten bij gegeten. We hebben wat koffie gedronken bij Kwartierpartij. Hallo. Succes, hoi. Hoi. Je bent weer weg te lopen, hè? Ja, ik word weer. En we gaan nu een beetje winkelen vandaag, want we hebben elkaar lang niet gezien. En hij heeft vandaag zijn tentamen gehaald, dus gefeliciteerd. Goed bezig. En ik weet niet, ik wil eigenlijk een nieuwe shirt, ik wil een nieuwe broek, ik wil nieuwe schoenen. Ik wil eigenlijk een nieuwe jas, maar niet allemaal vandaag denk ik. Ik wil naar de Topman in de Bijenkorf. We zitten nu binnen bij de Bijenkorf, even een ijsje eten. Of een ijsje, het is frozen yoghurt, het schijnt een stuk gezonder te zijn dan ijs. Dus ze zeggen dat het 100% yoghurtmelk is. Dus lekker en gezond. Wat heb jij erop zitten? Blueberries, walnoten en dadels. En dadels. Lekker. Ik heb... Hashtag fitgirls. Hashtag fitgirls, hashtag instafood. Hashtag blueberry, vijgen en witte chocolade om het toch lekker ongezond te maken. En hashtag focus. Mensen, kijk dit. Het lijkt wel een legging. Kutzooi. Ik dacht dat dit een vette broek was, maar het zit als een fucking legging. Het is hier heel mooi, kijk. Bijna niemand kent dit plekje. Maar dit is gewoon naast de Kalverstraat. Het is tot 5 uur open. En het is gewoon een heel mooi pleintje. Dus ik ga zeker een keer daar naartoe lopen als je in Amsterdam bent. We hebben even sushi gegeten en ik ben dat vergeten te filmen volgens mij. Anders zal ik het je laten zien. Maar ik kan je wel vertellen dat het er heel lekker uitzag en dat het ook heel lekker was. Wat vond jij ervan? Ja, het was gezellig en lekker sushi. Lekker! En kleren gekocht en Bassie gaat nu weer terug naar Brabant. En ik ga even kijken wat ik vanavond ga doen. Misschien ga ik even met Milan een film kijken. En The Hateful Eight, die willen we nog steeds zien. Het is heel koud trouwens, als je nog niet aan me ziet. En ik ga vanavond ook nog even een pakketje van een kijker uitpakken. Moet ik nog steeds doen. Daar heb ik ook heel veel zin in, want het is nog dicht. Dus ik en Milan zitten nu bij de Starbucks binnen. We zijn een beetje aan beest aan het werken. Ja. En ik weet niet of ik je dat vertel, maar hij helpt me natuurlijk met de Kortom webshop. En we ergeren ons een beetje aan alle bedrijven die merchandise voor YouTubers en andere artiesten doen. En toen zijn we zelf eigenlijk daarmee begonnen. Nu nog een beetje als hobby. We verdienen daar eigenlijk niks aan. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En leuk om andere YouTubers ook te gaan helpen met merchandise.
Want we vinden gewoon heel veel merchandise heel lelijk. En heel veel bedrijven die merchandise voor YouTubers doen, zijn daar gewoon niet zo eerlijk in. En ja. Wij wel eigenlijk. Toch? Ja, dat is ook waarom we begonnen zijn. Dat ik zelf eigenlijk geen bedrijf kon vinden dat ja, leuke merchandise kon doen. Op een eerlijke manier. Dus vanuit het buiten zijn. Dit is Milan trouwens. Ja, hoi. Milan kennen jullie al. En het is ook helemaal niet cliché dat we alweer bij de Starbucks zitten. Het gebeurt echt te vaak. Maar we gaan daar ook even naar de film. Hateful Eight. Ik heb nog twee rijkaartjes. We gaan hem kijken in AI Filmmuseum in 70 mm. Ik had dat geld. Tuurlijk is het geld. Dat ga je van mij praten. Nee. Ja. Oh ja, en over de Kortom webshop. De dag dat deze vlog online komt, is als het goed is de allerlaatste dag dat jij die trui kan bestellen. En of dat die nog ooit terugkomt daarna, of dat jij nog ooit de kans krijgt om het te bestellen, dat weten we nog niet. Dan moeten we nog even kijken. De kans bestaat dus dat, ja, dat je hem dan nooit meer kan bestellen. Ja, we moeten even kijken nog inderdaad. We zijn aangekomen bij AI. Hi. Oh, dit is best wel nice. Moeten, man. We gaan even een filmpje kijken. The Hateful Eight in 70 mm. Ja, filmpje. Dat is een andere vorm filmrol. Kort filmpje duurt 3 uur. Ja, zoiets. En beter zijn we op tijd. Update. De kaartjes gelden in elke bioscoop van Nederland. Die heb ik van de filmdistributeur gekregen. Maar niet in het AI. Why? I don't get it. Snap jij het nou? Nee, het is echt super kut. Die man, als hij echt had gewild, had hij gewoon kunnen zeggen van yo jongens, ga naar binnen. En het is goed. Want er was genoeg ruimte in de zaal nog en we waren net op tijd. De belichting is slecht, jongen. Oh, wacht, we doen het zo. Alleen zo is de belichting goed. Kortom, update tijd. We zitten bij de Pathé, de munt. We hebben besloten een andere film te gaan kijken. Helemaal teruggegaan dus weer waar we vandaan kwamen. We gaan kijken. Cloverfield? Ze weet. Het schijnt wel goede film te zijn. Ja? Yo, Milan, wat zijn we aan het doen? Weet je aan het staan? We gaan nu naar binnen. Het is de 010 Cloverfield Lane. Waar gaat die over, Milan? Weet ik niet. We hebben niet eens gekeken waar die over gaat, maar we hebben gehoord dat die goed is en dat die eng is. Dus we gaan. Oké, we zijn buiten. We hebben een film gekeken. Het is 2 uur. Hij begon pas om 12 uur. Fuck dat. En ik ga nu naar huis. Wat vind je van de film? Ja, ik vond hem goed. Maar jij? Maar ik vond hem wel gewoon chill. Niet extreem goed. Hij was, het einde was het spannend, dus ga hem vooral kijken ofzo als je niks beters te doen hebt. Ik kan niet naar huis, want de brug staat open. Wat een groot ding. Hey. Ik kom net binnen, ik ben thuis, het is 2:30. En ik ga lekkere bels doen, want een vlog duurt normaal 1 dag. Maar vandaag niet, want ik ben heel moe, ik ga nu naar bed. Maar ik ga wel het pakketje nog uitpakken in deze vlog, maar dat zal morgen zijn. Dus ik ga nog een stukje morgen filmen. Van de vlog van vandaag. Whatever, het kan allemaal. Ik zeg, slaap lekker. Hallo, goedemorgen, ben ik weer. En zoals beloofd, trouwens ik heb heel goed geslapen, ik heb zelfs uitgeslapen. Maar zoals beloofd ga ik nu een pakketje uitpakken. Want dat vind ik leuk om te doen. En soms sturen jullie mijn pakketjes op als je dat wilt doen. Er staat altijd een adres onder in de beschrijving van al mijn video's. Ik heb de plakbandjes losgemaakt, dus let's go. Als je trouwens rare geluiden hoort, mijn huisgenote is aan het koken. Een brief. Alleen voor jou, niet voor in de vlog. Oké, die komt dus niet in de vlog. Pech voor jullie. Het pakketje en de brief komen trouwens af van Rianne. En Rianne, die kan je misschien kennen uit de Omegle video. Met de partypopper en de tekening. Als je die video toevallig kent, dat is Rianne. Wat zit er allemaal in? Het eerste wat ik zie zijn pindakaas M&M's. En thank you, ik hou serieus zoveel van pindakaas M&M's. Dat weten jullie vast wel. En ja, liefde voor mensen die hun pindakaas M&M's geven. Je kan ze trouwens kopen bij de Jamin, als je ze nog nooit op hebt. Of bij andere winkels die Amerikaanse snoep verkopen. Of op het internet. Ik heb trouwens een nieuw t-shirt aan, wat vind je ervan? Ik vind het echt een hele chille kleur. En ik zie een sticker van een kat. Liefde. Jullie kennen mij zelf goed. Ik hou van katten, kijk dit. Het is een kat en als je beweegt, dan verandert die van... Kortom bestaat deze week 1 jaar. Ik sla mijn hand daar tegen aan. Ja, ik kan niks anders doen dan jullie daar enorm voor bedanken. Want zonder jullie is Kortom niks. Jullie zijn Kortom. Dat zijn wij samen. En ik vind het zo fucking gezellig. En ik geniet er elke dag van. En ik zou niet weten wat ik met mijn leven aan moest. Als Kortom niet meer bestond. Als YouTube zou verdwijnen. Oh, niet aan denken. Nightmare scenario. Mijn camera is trouwens echt een ontzettende bende, maar ik dacht van ja,
dat is hoe het is vandaag. Ik heb veel gefilmd, ook voor 21 maart. Hey, ja, dan ga ik gewoon de hele tijd mijn kamer verbouwen. Dus het is eigenlijk altijd gewoon een levende studio hier. Maar ja, alles voor de video's. Ik hou van rijstwafels. En nog meer chocolade rijstwafels. Ik zie allemaal leuke dingen voor in video's. Is dit wat het is dat ik heb? Dit is van die carnavalspreun, van die sliertjes. Ik ga niet trouwens alles wat hierin zit gelijk gebruiken, want ik zie vooral heel veel leuke dingen die ik kan gaan gebruiken in video's. Dus ik zal ze wel gaan gebruiken in video's, maar niet allemaal in deze video. Maar ik ga dit wel even uittesten, want dit vind ik echt een shit. No! Zit op mijn plafond. Wat kut. Ik moet hier iets mee gaan doen, maar ik weet nog niet wat. En dan heb ik hier twee partypoppers. Misschien ga ik hier Jeroen en Jurassa en Bradley of zo wel mee pranken, I don't know. Fucking mooie tekening. Kortom. Dankjewel Rianne, ik vond het super leuk. Super leuk pakketje en ik zie hier ook echt gewoon veel vette shit. Waar ik nu niks mee ga doen, omdat ik ze wil bewaren tot een beter moment. Dat zijn vooral deze twee en deze. Hiermee gaan we mensen pranken. Oké. Ik heb een idee, Wacht even. Zie je de deur? Ja, je ziet de deur. Hey Alex! Ja? Kom eens. Hij haalt het niet eens! Wat kut! Die ligt jouw hele kamer onder! Nee! Hij haalt, hij stopt! Karma! Net voor je hoofd naar beneden toe! Shit, verdomme! Ah, oh, dit is echt vies. We kunnen ook een nieuw YouTube-kanaal beginnen, Alex. Ja. Dan kunnen we dit een soort van prank war doen. Dus dat jij mij prank en dan de volgende video prank ik jou weer. Oké, dat is de meest mislukte prank ooit. Echt, het straaltje ging dus echt net niet ver genoeg. Dus ging net voor haar hoofd zo, woep, naar beneden. Dus dat. Maar anyway, ik heb nog een beetje over om iemand anders te pranken. Dus dat gaan we zeker doen. Dat was Alex trouwens. Alex is mijn huisgenote en we wonen hier met z'n tweeën in één woning. Dus we hebben allebei een eigen kamer. En we delen de keuken, de badkamer en het toilet. We hadden het er net even over. Waarom beginnen we niet een prank wars op een nieuw kanaal? Dus Tom versus Alex. En dan gewoon om en om elkaar pranken. Want je woont in één huis. Dat zou best wel fucking grappig zijn. Moeten we dat gaan doen? Laat dan hieronder even in de reactie achter dat we dat moeten doen. Rianne, super bedankt voor het hele leuke pakketje. Ik ga echt genieten van al die dingen die je hebt opgestuurd. En vooral dit en die dingen waar ik nog mensen mee ga pranken. En ja, voor iedereen die een keer iets op wil sturen, het adres staat hieronder in de beschrijving van deze video. Helemaal onderaan. En wie weet pak ik het dan weer uit in een vlog. Want ik vind het echt super leuk om te doen. Ik heb hier echt lol in. En wat ik helemaal niet meer heb gezegd in deze vlog is, er waren vorige week geen video's omdat mijn MacBook kapot was en toen heb ik hem uiteindelijk naar Apple gebracht en die heeft gerepareerd. Maar nu komen er weer video's aan, in ieder geval 2 per week voor de komende tijd en gefotoflopt zal zo nu en dan komen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik zie je weer in een van mijn volgende video's. Ik vond het weer gezellig. Ik hoop dat jij het ook gezellig vond en als jij het gezellig vond, doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!